Ik ben de excuus Belg om het laatste 10 minuutjes voor de pauze in te voeren. Ik ga het hebben over het einde van mijn vak, jullie vak, ons vak. Vanuit mijn rol als magazinestrateeg bij het Salon, die zelf een custom media bedrijf is. En als lid van Custo. Custo is de Belgische spin. En wij komen maandag, hebben we 4 uur uitgetrokken om te spreken over het einde van deze sector. Of wat we ermee gaan doen. Hoe is het allemaal zo ver kunnen komen? Deze mooie persoon met mooie Hitlersnor is Alfons de Ridder, misschien beter gekend als Willem Elschot. Zijn die mensen die Elschot gelezen hebben, lijmen het been? De meeste? Of de helft van de zaal? Moet je zeker doen, want lijmen is eigenlijk, gaat over het eerste sponsored magazine. Elschot die putte voor zijn verhalen uit zijn eigen leven. En begin vorige eeuw gaf hij een tijdschrift uit met artikels en reportages geschreven in opdracht van bedrijven. En de verspreiding gebeurde door de klant zelf. In zijn boek Lijmen van het Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen. En ja, die ondernemers blijven er natuurlijk allemaal mee zitten. Tot 10, 15 jaar geleden hadden we het over sponsored magazines of bedrijfsmagazines, blijkbaar in Nederland nog altijd. En dat zag dan ongeveer zo uit. Ik hoop dat dat van niemand in de zaal is hier. Ik heb het gewoon op internet geplukt. Het leek eigenlijk een beetje op een bedrijfsbrochure die op een verhalende manier gebracht werd. Allemaal heel positief vanuit het oogpunt van de opdrachtgever. Ook zeer corporate vormgegeven. En met altijd heel multicultureel, politiek correcte stockfoto's. Op een gegeven moment zagen we in dat het toch wel iets meer mocht zijn. We zagen ook al die publieksplaat die toch wel iets meer moeite deed om het een lezers aangenaam te maken. En we gingen meer kijken naar de technieken van die publieksplaat. Maar het bleef wel bij geprinte magazines. En dan kwamen we bij custom media. Eigenlijk wat we nu, hetgeen dat wij doen, hetgeen wat de meesten hier in de zaal doen, wat ze voor zichzelf omschrijven als hun business. Het gaat nog altijd over relatiemedia, maar we gaan ook naast print digitaal inzetten, audio, video, events enzovoort. De richting is wel nog altijd wij, zenders, naar de lezer. En dit is zoals SMIN, jullie organisatie, jullie eigen werk omschrijft. Ik kom er nog terug in minuut 8 van deze presentatie. Toen kwam er deze meneer, Joe Peluzzi, misschien jullie gekend, die ineens begon te pleiten voor content marketing. Onlangs deed hij op zijn blog Goenta 42 een uitspraak dat customer publishing dood en begraven is. En hij had dat gestaafd, hij had een onderzoek gedaan met Google Insights, had hij gemeten hoeveel conversaties er waren over customer publishing en hoeveel over content marketing. En dan zie je dat content marketing aan het stijgen is. Nu, wat is het verschil tussen die twee? Ik ga heel snel, ik heb 31 slides. Content marketing is... Bij content marketing is de richting anders. Bij content marketing gaan we content gaan sharen. Gaat het ook meer over een pool creëren. Dus ga je ook je content op verschillende plaatsen gaan zetten. Nu, hoe komt dat of waarom doen we dit? Omdat Google natuurlijk, we willen gevonden worden op Google. En op zoveel mogelijk plaatsen terechtkomen. Nu, fantastisch. Ik moet zeggen, we hebben nog nooit zo'n goed jaar gehad, het laatste jaar. Dus eigenlijk, en ik hoor hier bij collega's eigenlijk hetzelfde. We hebben al die mogelijkheden om cross-mediaal content te brengen. Fantastisch voor onze business, zou je denken. Maar daar schuilen ook veel gevaren in. Anders zou ik hier niet staan natuurlijk. Doordat we ook op al die andere domeinen beginnen te komen en een beetje beginnen te snoepen links en rechts, beginnen ook al die andere mensen in te zien van misschien is dat toch wel interessant om ook eens over de haag te kijken. En dan zie je dat
Bijvoorbeeld is een campagne die nu loopt in België voor Grimbergh. Grimbergh is een bier, een soort abdijbier. En daar wordt in 60 seconden radiocommercials, wordt er niet gesproken over bier, maar wordt er gesproken over de geschiedenis van de abdij. Er is ook een website waar je filmpjes kan bekijken enzovoort. Heel mooi. Dus een contentcampagne, maar niet gemaakt door een contentbureau, maar door een reclamebureau. In de VS komt er nu een soort pre-show bij de, in de bioscoop voor de filmstart. Gehost door Timbaland, dus een muzikant. En die komt vol te zitten met sponsored content. Dus merken kunnen filmpjes laten maken of kunnen opgenomen worden in het programma van Timbaland. Aan de andere kant, daar hebben we het ook al een paar keer over gehad vandaag, zien we ook de klassieke media, de publieksmedia, die ook over de haak komen kijken en ook technieken overnemen. Dat moeten ze ook doen, want die staan de laatste jaren heel erg onder druk, omdat hun inkomsten uit advertising enorm achteruit zijn gegaan. Ik heb een aantal voorbeelden. Dit is uit Monocle. En wat is er gebeurd? Nissan is op een bepaald moment naar Monocle, Tyler Burley, gestapt en gezegd van kijk, we hebben een nieuwe elektrische wagen, we willen daar niet mee adverteren, klassieke manier adverteren, wat kan je daarmee doen? Tyler Burley wil lang iets doen met manga, heeft een 32 bladzijden strip gemaakt, manga strip, met daarin de nieuwe Nissan, ik weet niet hoe dat die heet, een soort elektrische wagen die daarin voorkomt. Esquire, opnieuw UK, die eigenlijk helemaal in de stijl van het magazine promotie maakt voor hier Finlandia. Het magazine staat er vol van. Hoe je cocktails kan maken met Finlandia vodka, volledig in de stijl van het magazine, geschreven ook door journalisten van het magazine. Dichter bij huis, De Morgen, Belgische krant, Vlaamse krant, die bijlagen bij de krant laat produceren of zelf produceert in opdracht van Saab hier, volledig gemaakt door de mensen van de krant en zoals je ziet ook volledig in de stijl en de vormgeving van de krant. Dit voorbeeld kennen jullie ongetwijfeld, er waren heel scherpe reacties op, dus Immers die volledig het blad uit handen gaf om MediaMonks hun verkoopspraatje te laten doen. Nu, what's next? Wat moeten we daar allemaal mee doen? Moeten we blijven aan de kant staan aan het opnemen? Terug naar jullie missie, jullie positionering van Smit of de leer van Smit. En wat opvallend is, ik heb het nu ook in rood gezet, het gaat eigenlijk allemaal over vormen van media. Je hebt relatiemagazines, nieuwsbrieven, digitale vorm, websites, blogs, vlogs enzovoort, bioscoop enzovoort. We moeten allemaal ineens ook specialisten worden op het vlak van social media, Facebook, Twitter. We moeten technisch aan de gang kunnen met iPads, we moeten apps kunnen maken, we moeten Google SEO specialisten worden, terwijl deze mensen, onze sterkte zit in de creativiteit om verhalen te bedenken en die te brengen. En daarmee moeten we ons profileren. We moeten al die dingen misschien wel gebruiken, maar we moeten ons daar niet meer profileren. Laatste slide. Ik weet uit ervaring, ik zit aan de ene kant in een communicatiebureau en aan de andere kant in een customer media bedrijf. Consumenten en bedrijven zijn continu op zoek naar relevante informatie. Ze zijn niet op zoek naar reclameboodschappen. En mijn ervaring leert mij dat wij als customer media sector eigenlijk de beste partij zijn om het verhaal of de verhalen van een merk of bedrijf te gaan bepalen. Maar het gaat er eigenlijk over dat we rond de tafel moeten zitten. Wij als customer media bedrijf die het verhaal bepaalt en de andere partners in die communicatiecirkel gaan mee aansturen. Zijn er het communicatiebureau, het SEO-bureau, het online bureau enzovoort. Om zo tot onze rol te gaan neerzetten. En dat is het. Oké, dankjewel.